We gaan weer een dag op pad en jullie mogen mee. En we beginnen natuurlijk met het ontbijt. Dat was Gea's smoothie. En er werd gevraagd toen ik vorige keer smoothie maakte, welke maakt Gea dan? Ja, een heel andere, dat heb je wel gezien. Hè? Dus ik maak mijn eigen smoothie, Gea maakt haar eigen smoothie. Nou, we gaan vandaag weer op pad. En het gaat heel erg koud worden. En als je nog niet een fatsoenlijke sjaal of das hebt, of een muts, kijk dan even in de webshop van Gea. En om de boorstukken vast te zetten, dit ding, die moet even vaststaan, anders dan, dat willen we niet, hè, voor de boorstomp en zo. Dus boren we eerst even een gaatje voor een plugje. Dit is dat plugje. Zie je dat? En dan sla je dus met dit ding, met de drim. Sla je een pennetje, lijkt net een soort kogel die zit daar binnenin. Die sla je dan die kant op, die sla je erin en dan gaat dit uitzetten helemaal. En zo zetten we hem vast. Het is koud. Draad in erin. En dan zie je vast. Je dacht, kan je geen kant op. Je gaat even een beetje lawaai maken. Thank you.
dan gaan we even kijken of er niet nog een betonvloer onder zit. Maar dat gebeurt ook nog wel eens, dat een betonvloer of een bestrating, oude bestrating of zo, hier nog weer onder zit. Zand. Goed nieuws dus. Nou, dat was er eentje. Er zijn een beetje lawaai aan het maken hier, maar dan gaan we de volgende doen. Klaar voor vandaag. Tenminste wat werk betreft. En als je nou daar kijkt, dan kun je zien, waar waren wij nou aan het werk vandaag? Een soort van opslag was het volgens mij. Tenminste, er worden van die kassa's, zeg maar, die bij die winkel staan, die staan hier ook in het pand. Er zijn drie verschillende bedrijven. Een dakdekkersbedrijf en een bedrijf die UV-lijnen op de grond maakt voor zeg maar bij bedrijven. Nee, als je bijvoorbeeld in winkels komt, bij IKEA bijvoorbeeld, heb je van die lijnen, van die groene lijnen waar je langs moet lopen. Hè? Voor vast pad waar je langs moet lopen. Dat soort lijnen maken die mensen. En dit delen ze, dit hele gebeuren met z'n drieën. Nou, de gaten zitten erin. Wij gaan een plekje zoeken voor de nacht. Alvast. En we moeten natuurlijk ook nog even wat eten. En het is nu bijna 11 uur. Dat is een vroege lunch voor ons. We hebben even een auto aan. En het is wel een mooi plekje. Het is langs de snelweg. Maar niet bij een tankstation. Gewoon een parkeerplaats. Uitzicht op het water. Gaat net een, moet je snel kijken op de snelweg. Gaat net een limousine voorbij. Zie je hem? Dat is ook wel mooi. En wat eten we vandaag voor lunch? Een komkommer. Met een dressing. Zelfgemaakte dressing van cashewnoten. Dat zijn cashewnoten en een beetje gerookte paprika poeder. Uitpoeder. Uitpoeder staat erbij in. Rozijntjes. Rozijntjes, ja. Water. Azijn. Witte wijnazijn, geloof ik, hè? Of appelazijn, zoiets, ja. Witte wijnazijn. Zomaar van die ingrediënten kwam ik een keer tegen op internet, zo'n receptje. En dat is hartstikke lekker. Om zo eventjes de komkommer in te dippen. Zo, we hebben het eten op. Buikje weer vol. En we rijden weer. Ik zal even wat boodschapjes doen. En dan stap ik uit de auto. En ik moet eens kijken wat ik hier zie. Ja, je ziet bijna niet liggen. Hele lange boot. En dan vraag ik me af, hoe komt hij hier? En waarschijnlijk ben ik er overheen gereden. En dan springt hij omhoog. En dat hij toen hierin is beland. Maar het kan ook zijn dat hij van onze eigen auto afkomt. Dat is natuurlijk minder. Dan moet ik toch eventjes op onderzoek. Even de cabine voorover. Die hebben we van de week ook al voorover gedaan. En die video die zie je morgen. Maar ik vraag me af wat deze wegkomt. Als iemand dat weet, zet het even in de reacties hieronder. Voor het geval als ik hem niet kan vinden. Of de plek niet kan vinden waar hij hoort. En dan lopen we langs de broodafdeling. En laten we links liggen. Kijk, hier komen we voor. Brandjes. En natuurlijk voor 's avonds nog een beetje wokgroente. En tussendoor een handje vol nootjes. Nou, de bananen zijn gehaald. Heb je gezien, hè, in de winkel? Die liggen nou daar. Die moet even rijpen. En de rijpe bananen liggen hier. En die gaat Gea straks ontdoen van een schil. En in stukjes snijden, plakjes van ongeveer 1,5 centimeter. En dan gaat ze in de vriezer. In plastic zakjes natuurlijk. Hè? Anders dan wordt er zo'n soortje in de vriezer. Doe maar niet. Nee. Mooi puzzelen. Ja toch? Dan hoor ik jullie denken. Waarom doe je de bananen in de vriezer? Nou, het is gewoon heel moeilijk om fruit altijd rijp bij je te hebben.
Dus je, ja, als je het rijp koopt, kun je het gelijk opeten natuurlijk, maar je koopt het niet altijd rijp. En als wij het dan, hè, zoals vooral met de bananen dan, als wij ze dan kopen wanneer ze nog geel zijn of groen, en nog niet helemaal rijp, dan kunnen we ze gewoon hier binnen laten rijpen. Dan doen we ze in de vriezer en hebben we altijd rijpe bananen. Ze zijn er wel ingevroren, maar we doen ze toch in de smoothie. Dus dat kan prima. En af en toe eten we ze even zo op. En dat, die pakken we dan gewoon zo van binnen weg. Het is gewoon heel verschillend. En dus met meer fruit. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld kersen. Pitloze kersen heeft Gea dan. Hoe heet dat ook weer? Morellen ook, hè? Morellen. Morellen, ja. En ik en ananas. Mango. Bosvruchten. Bosvruchten. Al dat soort dingen. Die kopen we dan ingevroren. En als je ze dan gebruikt voor in de smoothie, heb je altijd rijp fruit. Want dat fruit wordt namelijk geplukt van de struik of boom. Wanneer het echt rijp is. En dan, ja, dan kunnen ze eigenlijk niet zoveel meer ermee. Hè? Dan kunnen ze niet meer verschepen, want dat is te laat. Dan kan je het weggooien. Dus dit is altijd rijp. En daar gaat het ons om. Want ik heb zo vaak, dan kom ik in de winkel en van de week ook nog, toen zei een vrouw, die zei tegen mij, oh, ik dacht dat ik veel bananen had. Die had 2 trosjes bananen, van die kleine trosjes. En toen kreeg ik met haar over hoe zij die dan at, hè? Of ze die zo op at, als ze geel zijn, of nog even zo wachten tot ze rijp zijn. Toen zei ze, nee, die eet ik zo op, hoor, gaat prima. Nou, ik denk dat ze dan nog maar eentje neemt. Dus, ja, dan kan het volgens mij ook wel. Maar zoveel bananen als wij eten, dan komt dat niet goed als je van die gele eet. Dus ze moeten wel een beetje rijp zijn. En soms, deze vond ik ook nog een beetje geel trouwens. Die Gea nou in de vriezer doet. Ze zijn niet echt helemaal gespikkeld nog. Maar je voelt wel en je ruikt ook wel dat ze rijp zijn. Dat is gewoon een kwestie van ervaring door de jaren heen, zeg maar, hè, die, dat wij hebben opgedaan. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens dat we ze langer lieten liggen. En dan waren ze op een gegeven moment echt helemaal, ja, een beetje te. Snap je? Kun je ze nog wel eten hoor, maar ja, waar moet je er dan mee heen, hè? Maar goed, wij hebben nou dus die vriezer hier. En dan doen we ze daar in de vriezer. Nou, nog even een handjevol nootjes voor Iris. Ik ben even bezig met de video te editen. Van de plekje. Die, als het goed is, heb je deze al gezien. Maar deze video komt morgen vroeg. Zaterdagochtend dus. En deze video, dus een dag met ons mee, die komt daarna. Dus dan heb je die al gezien. Ik wil nog even één ding zeggen. Ik kreeg vandaag een reactie van een kanaal die heet In de Verte. En volgens mij is dat de eigenaar van de camperplaats In de Verte in Limburg. Volgens mij is Limburg, hè, Gea? Ja. Die zei tegen mij dat ik, of ik niet de reclame eraf kon halen. Maar dat vond ik nogal storend. Maar dat is onze enige, dat is zeg maar een deel van de inkomsten van ons. Dus van het geld wat wij verdienen op deze video's, of van deze video's, kunnen wij bepaalde dingen kopen. Zoals de drone en de gimbal en zo wat dingetjes wil. Die statiefjes bijvoorbeeld, zodat wij daar, ja, misschien betere video's mee kunnen maken. En ik heb er niet op gereageerd op de antwoord, maar bij deze, dus Camperplaats In de Verte, nee, ik haal de reclame er niet af. Het is maar heel kort. Ik kijk nou net even een video van Driving and Vibing en dan krijg je zo'n video te zien en dat staat er ook bij, na 4 seconden of zo kun je hem wegklikken. En soms Dan kun je hem niet wegklikken, maar dan is het maar 20 seconden. Nou, in dat tijdbestek kun je ook even wat anders doen, toch? Als ik het weghaal, verdien ik niks op YouTube. Dus kan ik niks kopen voor zeg maar apparatuur om betere video's te maken. Dus, sorry, maar de reclame blijft. En met de vorige video van een dagje met ons mee. Ik weet niet eens precies hoe de video heette trouwens, maar toen werd er gevraagd of Gea ook niet hetzelfde at dan wat ik at. Toen zei ik nee, Gea eet haar eigen ding. Kijk, en nou ook,
dan maak Gea een smoothie. Dat is haar avondeten. En dat bestaat uit ananas. Even kijken hoor. Ja. Meer dan een hoofd vol ananas. En bevroren bananen. Hier nog twee. Gea, hoeveel doe je erin? Dat weet ik nog niet. Even zien wat erin past. Even kijken hoeveel erin past. Dat ligt erin. Nou, dat is sowieso één. Iets meer. Iets meer? Niet anderhalf of zo. Ja, kijk, je kunt er ook niet te veel in doen, maar als je dan aanvult met water, om het een beetje te kunnen blenden, zeg maar, dan moet hij ook niet te vol zitten. Ja. 1200 watt blenden, Nutribullet die we laatst hebben gekocht. Het is allemaal bevroren spul wat erin zit. Ik wil niet zeggen dat de blender er heel makkelijk mee heeft, maar hij doet het. En dat is Gea's avondeten. Een smoothie. Kijk. Helemaal onderin is lucht. En als ze dat ding dan straks het deksel eraf haalt. En dan zet ze hem naast haar neer. En dan vloept in één keer alles zo naar beneden. Dat is echt grappig om te zien zo. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dag met ons mee. En wat Gea eet. Gea is even de afwas aan het doen. En toen zat ik even te kijken naar het raam van Gea. Even kijken. En ik dacht, dat zit aan de binnenkant. Maar dat was niet zo. Even kijken hoor. Zet ik erin. Zo kun je het beste zien volgens mij. Aan de binnenkant zit het niet. Aan de buitenkant staat het niet. Het zit echt tussen de twee. Ja, het zijn echt plastic plaatjes, zeg maar. Het is geen echt thermopen, maar ook wel weer een beetje. Als je daar in de hoek kijkt, daar zo, dan zie je druppeltjes water. Kijk even naar mijn raampje. Doe ik hem even iets open. Dan zie je dat hier ook. Zie je dat? En daar ook. Dat zit niet. Aan de binnenkant, zie je? Het zit ook niet aan de buitenkant, het zit er tussenin. Dus, nou, als thermopen zou zijn geweest, echt thermopen wat je in huis hebt, dan zou je zeggen, nou, hij is lek. Maar ja, hoe ga je hiermee om? Ik dacht, garantie, toch? Het is nog geen 2 jaar oud. Voor mij heb je toch sowieso 2 jaar garantie op zo'n raampje. En dan moet je zoiets vergoed krijgen. Maar, dan moet je hem eruit halen en ermee naar de leverancier. En dan zit je een hele tijd zonder dat raam. Dus, ik zit even te denken hoe we hiermee om moeten gaan. Ik vind het eigenlijk wel een beetje vervelend. Maar het is ook niet zo vervelend dat ik zeg, we halen de raam eruit en we gaan er weer terug. En wel een hele heizaad erover halen. Dat niet. Maar laat maar eens even weten wat jullie ervan vinden. Wat kan ik het beste doen? Ik ben benieuwd
wat jullie gedachten erover zijn. Want het zijn geen goedkope raampjes. Dus en dit is niet leuk, hè? Soms, kijk eens even, van hieraf kun je haast niet naar buiten kijken. Hè? Het is net of het mistig is buiten. En dat is natuurlijk wanneer de zon erop schijnt. Op dit raampje schijnt de zon niet, dus dan zie je dat niet. Maar wanneer de zon hier wel op schijnt, dan heb je hier dus ook slagenraampjes. Ik ben eigenlijk net te laat. Maar in het midden van die boom, daar, dan zie je de zon nog net ondergaan. Zie je? Prachtig, hè?